goed, weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Wij zijn nu even bij Noah. Noah moet even naar de eerste hulp. Geen spoed of zo, maar volgens mij iets met borstvoeding geven. Moest ze een kuurtje voor hebben. Of ik zeg het helemaal verkeerd. Maar daarna gaan we door naar de intratuin. Ik zie dat ik nog maar 2 streepjes heb. En normaal gesproken 2 streepjes op mijn batterij. Daar kan ik wel even mee. Maar de laatste tijd niet meer. Dus misschien ga ik straks over op mijn telefoon. En Lua is ook mee, hè? Wat gaan we vandaag doen? Draaimolen. Ja, we gaan naar de draaimolen bij de intratuin. We appel die momo draaimolen. Ga je op de momo op de draaimolen? Ja. Een mooie momo draaimolen. Vind je de momo niet eng? Nee. Waar zit ze? Oké. Waar zit ze cake? Lua heeft een geweldig Sinterklaasboek waarmee ze met een zaklamp kan schijnen. Kun je dat eens laten zien? Ja. Wauw. Waar is Piet dan? Huh? Ja, Piet. Oh, hallo Piet. Hallo Piet. Het is appelpeer. Oh, Piet is inderdaad op de hap op. Ja. Want ze is ook nog aan het vloggen. Weet je wel hoe veel het doen is? Ik ben nu bij het ZGT in Almelo. Volgens mij moet ik hier naar boven. Niet bij de receptie, toch? Oh, is dit dicht? Dit? Nee, dat is het medepunt. Misschien hier. Nee, volgens mij daar niet hoor. Volgens mij gewoon iets verder. Oh, wacht even. Ik kijk even hier. Ik heb geen idee nou. Waar ik niet loop. Ja, want ik ben nu bij de bloedafname. Oké, ik ga het even vragen, ja? Hij is gesloten. We moeten naar de spoedpost naast de centrale huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Weet je waar het is? Weet ik waar het is. Moet ik dan weer naar de auto of kan ik dan nu lopen? Route nummer 4. Nou, ik heb mijn zakje, maar ik was volgens mij echt zo'n sukkel. Ik wist helemaal niet juist te omschrijven wat er nou was en wat ik nou op zoek was. En of ik maar 1 zalfje kon ophalen of 2, want ik kwam uiteindelijk meerdere ophalen. Ik dacht dat ik alleen voor Noah een zalfje moest ophalen. Noah dacht dat ook. Maar goed, we hebben het. We gaan door naar de intratuin. Hallo, mooie. Ja, we zijn bij de draaimolen. We zijn bij de intratuin uiteindelijk in Lochem beland. Noah, kom! Maar we realiseerden ons dat er in Almelo geen draaimolen was. En dat was wel heel zielig, want we hadden haar al beloofd. Kom maar. Au! Oh, die vliegt! Meer, Lou. Oh, nu ben je eigenlijk te klein. Moet je even staan, hè? Dit had ik qua kenning nog helemaal niet. Volgens mij is het nieuw. Dit station. We zijn nu ergens, Lou. Bij de. Ja! Even 3 minuutjes wachten. Op de giraf. Dit is echt het allerlaatste randje, hè, Lou? Tutut! Echt, ze verandert steeds van vervoersmiddel. Maar misschien is dit het einde. Lou, zullen we gaan? Lou, zullen we gaan? Mijn gewone camera is op, dus ik film even mijn mobiel verder. We zijn bij de vissen. We vinden de vissen geweldig. Wil jij graag een vis? Jij krijgt van mij een vis voor bij mama thuis. Mag mama het aquarium schoonmaken? Wat zijn dat? Mooi. Oh, daar kan ik mooi zitten. Haal mij om 5 uur maar weer op. Oh! Het is toch eigenlijk bijzer dat je gewoon een aanbieding hebt voor levende beesten, vissen. 10 voor €11.
Dat is meneer de notenkraker, hè? Deze dekens zijn altijd zo lekker warm. Ik bouw best een beetje, want wij hebben dit jaar nog gewoon bijna geen kerst. Kijk, Noah maakt alles goed, maar thuis hebben wij geen kerst, omdat er gewoon geen plek is voor een kerstboom. Voor de kerstboom die wij hebben. Maar dan kom je hier en denk je, ja, ik kan wel dingen halen, maar dit jaar kan ik het toch niet neerzetten. Wij zijn terug van de Intertuin en nu zijn we doorgegaan naar de pannenkoekenhuis. Mama is mee, opa en Ries zijn mee, Lotte is mee en Jo, maar Jo is net ham champignon, ham en ui of mandarijntje dacht. Nee, die heb ik niet. Nee, ik weet het al. Ham, ui en champignons. Dat wordt jij zit al aan die. Dan heb ik alles bij elkaar, want ik zat twijfel tussen deze drie. Bij ham, ui en champignon. Mama, als je mij de keuze had gegeven, had ik die gewoon gekozen. Stomme honden. Pip, weg. Goedemorgen. Ik heb vandaag toch een lekker pakje aan. Helemaal paars. Helemaal panter. Helemaal panter. Deze had Joanna ooit gekocht. Heb ik toen ook in die vlog laten zien. Maar die wilde ze toen niet. En dit shirt. En toen had ik dit vestje erbij. Nou, ik zou zo mee kunnen doen met een themafeestje. Ik weet niet of ik het heel snel echt naar school aan zou doen. Of voor de klas. Maar goed, op maandag. Dat heb je best vaak aan. Ik heb deze broek heb ik eigenlijk nooit aan voor de klas. Behalve toen ik nog een stagiaire was. Deze kom je had je best vaak aan. Altijd. Ja, toen ik een stagiaire was. Maar wel met die baby short erbij. Ja, ik vond het gewoon heel hip. En ik bedoel, op zo'n dag als vandaag ben ik toch thuis aan de studie. Dan maakt het me niet zoveel uit. Nu ga ik even boodschappen doen. En ik ga even mijn auto tanken. Want ik mag morgen naar Nijmegen. Lot, vertel eens wat je vandaag weer een keer hebt. Online les. Voor het eerst sinds corona heeft ze weer online les. Maar ze kunnen er niet meer. Volgens mij zijn er al wel 3 lessen uitgevallen, hè? Kan ik laten zien? Nee, dat kan eigenlijk niet. Nee. Zie je? Nee, dat staat op camera. Nee, ik zag dat ik niet nee, op camera. Nee, want die camera kwam net al in beeld. Echt? Ja. Oh. Ben niet te smakken! Doe eens. Normaal. Zullen we even het thumbnail doen? Ik heb dit. Nee, eigenlijk niet. De camera staat aan. Wacht even, ik moet haar even naar voren, want... Dan is het nacht bij jullie. Jij krijgt dat zo ook. Ik krijg zo die vraag. Mijn zusje kwam. Nee, je had hetzelfde probleem waarom de camera uitstond. Ja. Ik heb dus tegenwoordig mijn Toyota hier staan. Maar dan moet ik hier overheen. Oh, dit mag helemaal niet. En er zit een bouwvakker. Die staat er. Die kijkt me denk ik aan. Oh. Ik dus zit de bouwvakker niet aan te kijken. Hij loopt nu achter me, zie je het? Hij kijkt me heel erg aan. Oké, dat maakt niet uit. Maar de oprit vanochtend, ik maak geen graf, 14 auto's stonden op de oprit. Dus voor mijn autootje is daar geen plek. Maar nu bij de buren wel. En dat mag. Ik ben hier om soep te halen voor vanmorgen. Kippensoep. Is de kip op? Daar haal ik zo van, want dan moet ik weer door naar de Jumbo. Terwijl ik al helemaal geen had in de supermarkt. Maar de kwark is terug. Kijk. Ik dacht dus dat dat een best wel Nederlands probleem was de laatste tijd. Dat de kwark op was, want letterlijk alle supermarkten waren op. En ook collega's hadden het ook op. Toen ging ik gisteren opzoeken op internet met Noah. En toen bleek het helemaal geen landelijk probleem te zijn. Maar nu ben ik benieuwd of jullie er ook last van hebben. Of last van hebben gehad, want het is er nu weer. Dan moet ik zo nog even naar de Jumbo. Dat heb ik nog meer nodig.
Oh, soepgroenten. Ben ik al bij de groenten geweest. Maak je nou een grapje, is het ook open? Nou, dan maar deze. De jammer had ze gelukkig wel. Maar ik weet nog niet helemaal of ik het juist heb gekocht. Want de laatste keer dat ik die kip bij je had gekocht, zeg maar, nee, dat is niet de goede. Nou, voor mijn gevoel zijn het gewoon twee keer de kippen buiten. Anders heeft Pik pech. Heeft mama pech. Hebben we allemaal pech, want hebben we allemaal een andere soep dan we normaal hebben. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ga onderweg naar school. Ik heb mijn sportschoenen weer mee, want ik ga gelijk door. Kijk, dit is dus het gevaarte waar ik overheen moet stappen telkens. Ik hoop dus niet dat ik alles kapot maak als ik hier overheen stap, maar goed. Ik heb dus de laatste tijd altijd file. We dachten dat we er waren. En net kwam ik ruim op tijd, maar nu loopt het weer op. Dus ik ben bang dat ik toch te laat kom. Mijn bril beslaat steeds. Alleen die zon. Ik zie er niks van. Nou, je zult het niet geloven, maar ik ben op tijd. Ik had hem binnendoor weggevonden. En daar ging ik doorheen. En nu heb ik nog 7 minuten over. Ik heb het hoor. Ja. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing. Wat ik dus heel irritant vind, is dat deze posters er steeds afvallen. Dus nu moet ik weer op de kruk gaan staan en deze erop plakken. En hoe leuk zijn trouwens deze raamstickers. Misschien ga ik nu nog een beetje vroeg om ze op te hangen. Maar ik denk dat ik ze volgende week ga plakken. Alles viel naar beneden, maar nu ben ik weer de batterij kwijt. Gevonden. Ik ga er vandoor. Ik had vanmiddag oude gesprekken. Eentje kwam niet opdagen, dus ik weet niet of die nog komt. Want je mocht zelf aangeven of je een gesprek wilde. Oh, ik kreeg net een berichtje dat ze het was vergeten. Hoe cool is trouwens mijn koptelefoon? Ik had altijd een koptelefoon, totdat die kapot ging. Toen had ik een andere, die paarse, maar die zat helemaal niet fijn. En nu heb ik een investering gedaan, want deze was best duur. Ik ben er heel blij mee. Deze wilde ik echt al jaren. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb echt even opstartproblemen. We zijn nu bij week 1. Kijk, rondom het thema Europa hebben we nu. En dan kan je dus allemaal dingetjes erbij krijgen. Zoals het boek kan je laten zien. Of een film. Of een lied. Ik wil altijd het boek laten zien. Want deze weekwoorden gaan ze straks mee oefenen met spelling. Die moeten ze dan opschrijven. En dan kunnen ze het gelijk zelf nakijken. En dat is wel heel handig. Want dan hoeven ze niet allemaal hun boek mee te pakken. Het kost weer tijd. Het is inmiddels of zo laat dat het al donker is, of het is weer zo vroeg donker. Het is 4:15. Ik had helemaal geen vergadering vandaag, maar ik moest heel veel doen. Dus ik ben nu eigenlijk pas bezig met het voorbereiden van lessen voor volgende week.
En het klaarleggen van dingen van morgen. Ja, het is de laatste tijd wat onrustiger in de klas. En dus ik probeer zoveel mogelijk gestructureerde opdrachten te doen. Dus daarom moet ik vanmorgen ook een aantal aanpassingen nog doen. Qua lessen, die ik eerst iets vrijer had, die ik nu iets gestructureerder graag wil. Eigenlijk had ik morgen een circuit alles in één. En dan heb ik in de klas verschillende groepjes. En dan kan je, de ene week zit je daar, de andere week zit je daar. En dan heb je verschillende opdrachten. Maar ik ga nu gewoon doen dat de klas gewoon gezamenlijk één opdracht heeft. En een week daarop heb je weer een andere opdracht. En dat doen we dan gewoon gezamenlijk op onze eigen plekken. Is eigenlijk precies hetzelfde, alleen een andere manier. Maar dan moet ik de les dus wel veranderen. Want dan moet ik gewoon klassikale instructie geven. En dan kan ik ze geen blaadje mee geven. Dus dat ga ik nog even doen. Mama, Noah, Lou en Arvid die zijn nu onderweg naar Vlissingen. En ik ga morgen met Lotte aan een vriendinnetje. Ik weet niet meer zo goed wat ik moet doen. Ken je dat? Wanneer je zoveel moet doen en je gewoon niet meer weet wat je moet doen? Dat heb ik nu. Wat trouwens wel heel leuk is, is dit boekje. Die heb ik ooit gekocht in Vlissingen. Een boekje voor jong en oud. En het is om iedereen te helpen een rustmomentje te nemen. Kijk, staat ook achter in het boek. Hier hoef je niet zoveel in te lezen. En ik denk dat veel kinderen hem daarom ook echt heel leuk vinden. Gaat het goed? Of voel je je een beetje? Of een beetje erg angstig? En dan neemt je zo helemaal het boek mee. En dat stipje. Dat stipje dat je dus steeds ziet, dat moet de zon zijn. En het helpt echt goed in de klas. En er zijn nu zelfs een aantal kinderen die proberen een boekje na te maken met hun vrije tijd. Mijn naam is Zon. Dus deze is wel heel erg leuk. En vooral als kinderen lezen niet leuk vinden. Ja, ik denk altijd, het maakt niet uit wat voor boek je leest als je maar leest. Want als je gaat zeggen, je moet van mij dit boek gaan lezen en ze vinden het niks aan. Ja, dat werkt gewoon niet. Want dan gaan ze lezen sowieso niet leuk vinden. Ik ga hiermee ook de vlog afsluiten, want ik ga morgen een nieuwe vlog starten of zaterdag in Vlissingen, alles bij elkaar. Vond je het een leuke week? Vond je een duimpje omhoog doen? En abonneren en ik zie je de volgende week weer. Doei doei. Besef even, hè? Ik fiets tegenwoordig in het donker naar school en ik ga naar huis in het donker. Dus ik zie alleen daglicht op school. Het is wel droevig van de winter, maar ja, ik hou er ook wel van kerst.